Alex, ik ga springen op de trampoline. Wacht eens even, ik wil met je meespringen. Ik ga springen. Spring op de trampoline. Hoe werkt dit? Oh, lekker zoomen. Word ik mega sterk. Alex, we moeten proberen zo hoog mogelijk te springen. Je kan ook letterlijk leren springen dan inderdaad. Je gaat gewoon veel hoger springen, lijkt het wel. Maar wat kunnen we er eigenlijk mee als we zo hoog springen? Volgens mij kan je hier vechten met iemand. Dan moet je eerst 100 springkracht hebben. Dat heb ik helemaal niet. We hebben 100 springkracht nodig om tegen Billy te vechten. Billy lijkt me echt een noob om tegen te vechten. Ja, dat kunnen we toch sowieso wel winnen als we dat gaan doen. Alex, ik word wel een beetje misselijk van dat springen. Ik word ook een beetje misselijk. Ik heb net bij de Taco Bell gegeten. En ik heb heel veel taco's gegeten. Ik heb kipnuggets gegeten. Ik heb 100 punten. Ik ben helemaal buiten adem van al dat springen. Kijk, Bounce Boy. Ik wil met hem springen. Oké, wat moet Bounce ik doen? Bounce Boy lijkt echt op een soort skibbity toilet, maar dan zonder toilet, vind je niet? Alex, het is een springwedstrijd. Oh nee, ik ga ook meedoen in de springwedstrijd. Ik heb gewonnen. Ik ga bij jou kijken. Ga je winnen? Alex, winnen. Ik weet niet hoe het werkt. Ik ben gefaald. Heb je verloren? Ik ga het nog een keer doen, oké? Let op. Kijk jij bent en zo leer. Noob. Spring. Ik moet Billy verslaan met springen. Heb je gewonnen? Billy is zo sterk. Ja, ik heb hem. Kijk hoe noob Billy eruit ziet. Hallo Billy, alles goed met jou? Ja, maar Billy is ook helemaal verdrietig, zie je dat? Omdat we hebben gewonnen van hem. En we hebben een trofee gekregen. Wat kunnen we eigenlijk met een trofee? Weet ik niet. Kan je daar misschien... Oh, ik weet het al. Ja, je kan hier eieren mee kopen. Maar dan hebben we 5 trofeeën nodig. Dat gaat veel te sloom. Ja, hier hebben we 6.500 trofeeën voor nodig, Jesse. Dus dat is ook best wel veel. Alex. Ja? Ik heb dus bij de McDonald's gewerkt en ik heb wat geld verdiend, dus ik ga wat kopen. Oh, eens even, jij hebt gewerkt. Waarom ben jij zo klein trouwens? Jij bent echt inimini. Dat komt door springen. Ik heb niet echt gewerkt vandaag, maar ik heb wel gisteren mijn zakgeld gekregen. Misschien kan ik daar wat mee kopen. Alex, ja? Ik heb een starterpack gekocht. Ik heb nu 50.000 springkracht. Dat is toch veel te veel? Wacht eens even. Oh. Die ga ik ook kopen. Oh. Op die manier zijn we mega sterk als we een starterpack kopen voor 99 Robux. Gaan we het testen? Zullen we het? Waarom ben ik zo klein? Ik snap hier helemaal niks van. We hebben 250 wins ook. 250 wins? Oh, daar kunnen we eieren mee kopen. Maar laten we eerst kijken of we Bouncy Boy kunnen verslaan. Oké, dat vind ik inderdaad wel een hele goeie. Als jij dat lekker doet. Dan ga jij Crazy Cowboy. Crazy Cowboy kunnen we misschien ook wel gaan verslaan. Oké, laten we eerst de Bounce Boy gaan doen. No, dit was echt heel erg makkelijk. Oh, dit ging echt heel snel inderdaad. We zijn echt super sterk Crazy als het gaat om springen. Cowboy. Dat ging ook echt heel makkelijk. We hebben hem ook verslagen. Oké, maar deze kunnen we nog niet verslaan. Nee, hij ziet er ook heel sterk uit. Kijk zijn sixpack. Hij heeft ook allemaal tatoeages. Jesse, heb jij een tatoeage? Ik heb geen tatoeage en ik heb ook geen sixpack, want ik eet veel te veel McDonald's. Ik had dus gisteren de tekening gemaakt op mijn arm en toen leek het ook op een tatoeage. Totdat mijn moeder zei dat ik dat nooit van mijn leven mocht doen en dat het er helemaal niet uitzag. Ik had een konijn getekend. Dat moet je niet doen. Ik heb een keer een snorretje bij mezelf getekend met een stift. Alleen dat was een waterproof stift, dus toen zat hij een week op mijn gezicht. Dat is zo dom. Hey, wat kunnen we hier kopen? We kunnen lightning kopen. We kunnen nog geen pets kopen. Ik wil liever een eitje kopen. Dat vind ik leuk, hè. Oh, dat is inderdaad wel een goeie. We kunnen 3% best wel speciale pets krijgen. We moeten zorgen dat we de blauwe krijgen. Je wil de groene. Ik heb een legendary. Ik heb een legendarische pet. Hoe dan? Oké, laten we kijken wat ik krijg. Ik heb de Piggy, dat is een typical. Die is niet zo goed. Alex, kijk eens. Kijk wat ik heb. Dat heb jij niet. Jij hebt letterlijk die legendarische groene gekregen. Ja, die is supergoed. Ik ga er gewoon nog één openen, hoor. Ik ga er ook nog één openen. Ik heb superveel geluk. Ik voel het ik vandaag gewoon. Ik heb een Piggy. Ik krijg nu ook een Piggy. Ik wil die Piggy niet. Die Piggy is slecht. Ik kan hier helemaal niks mee. En wat is dit? Fire? Wat kan ik daarmee? Ik heb vuur gekocht. Ik ga het ook kopen. Jesse, ik heb vuur op mijn voeten. Auw, Alex, mijn voeten staan in de brand. Auw. Maar hiermee kunnen we nu denk ik echt supergoed springen. Zullen we het proberen? Hoe krijg je die pets aan? Ik wil dat ook. Die, je moet op links, dan heb je pets. En dan moet je erop klikken. En dan moet je... Equip. Ik weet niet wat equip betekent, maar daar equip heb ik op gekregen. En equip, dat betekent aandoen. Oké, ik heb er nu ook 2. Ik ga beginnen met auto trainen. Alex, ik word niet zo misselijk, maar de trampoline staat in brand door ons. Ja, maar je springkracht komt er
er zo snel bij door al die pets. We krijgen gewoon 62 springkracht per klik. Ik word hier wel een beetje misselijk van. Kunnen we niet nog iets kopen, Alex? Ik wil wat nog wil je iets dan kopen? Ik bedoel, we zijn nu echt heel veel geld aan het uitgeven. En mijn moeder zei dat ik mijn zakgeld niet aan domme dingen moest uitgeven. Nou, als ik naar de winkel ga, dan... Alex, keer 2 strength. Waar staat dat? Dan moet je naar de winkel daar helemaal naar rechts. Maar ik vind het eigenlijk een beetje vals spelen. Ja, ik vind het ook een beetje vals spelen. Ik heb hem gekocht. Huh? Echt vals spelen? Yep, ik heb hem gekocht. Okay, ik heb keer 2 strength. Okay, dus ik moet hem ook kopen. Ik moet hem ook kopen, want ik wil uiteindelijk het hoogste kunnen springen van iedereen. Nee, jij mag niet van mij winnen. Wow, ik heb dit dus voor een half uur, waardoor ik voor een half uur lang de dubbele strength erbij krijg als ik op een trampoline ga springen. Dan moeten we een half uur lang heel veel springen, Alex. Dit is geweldig. Ik ben mega sterk. Ik ga sowieso winnen vergeleken met de rest. Ken dan hoe hoog we op de leaderboard staan, Jesse. Ja, ik word hier misselijk van. Waar staat de leaderboard? Staan we helemaal rechtsbovenin, kan je niet zien. Iemand heeft 21 miljoen. Hoe kan je nou 21 miljoen hebben? Dat is niet normaal. Dat weet ik ook niet. Hoezo krijg jij zoveel sneller alles erbij dan ik? Omdat ik een legendary pet heb. En jij lekker niet. Jesse heeft nu namelijk 90.000 scoren. En ik heb super veel geluk gehad. Oké, bij 100.000 ga ik denk nog eventjes wat kopen. Maar eerst ga ik even wachten tot jij ook 100.000 hebt. Anders vind ik het een beetje zielig. Ik ben zo snel aan het klikken. Alex, spring nou eens door. Je moet niet klikken. Je moet automatisch gaan. Dat is veel slimmer om te doen. Je bent toch geen noob. Dat is inderdaad waar ook. Dit gaat gewoon automatisch. Oh, ja, ik ben wel een noob. Ik ben een fire noob. Het staat er boven mijn hoofd. Dat komt denk ik omdat ik vuurvoeten heb. Nee, maar we kunnen ook andere dingen kopen zoals leven. Vuur hebben we natuurlijk al gekocht. Ik heb 100.000. Kom, we gaan dingen kopen. Wat kunnen we kopen? We kunnen niks kopen. We moeten eerst trofeeën... Ik kan alleen mijn leven keer 2 kopen, maar die wil ik niet. Ik wil een bliksemschicht. We hebben meer winst nodig. Alex, kom eens hier. Nee, Alex. Waar ben je? Ik ben je kwijt, Jesse. Ik wil weten wat dit is. We kunnen het upgraden. Ik heb het geupgrade en nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Nu heb ik geen trofeeën meer. Je kan voor al je trofeeën wat upgraden. Ja, we hebben nu het vuur geupgrade. Wow, mijn vuur is nu groter, maar ik weet wel helemaal niet wat ik hier aan heb. Het ziet er cool uit, maar verder... Maar ik denk dat we nu wel best wel goed kunnen vechten met... we kunnen nog niet met deze atleet gaan vechten. Dan ga ik met de cowboy meneer vechten. Maar dan krijg ik mij heel weinig trofeeën van. Ik heb hem echt heel snel verslagen. Ja, we kunnen echt zoveel trofeeën krijgen door hem te verslaan. Ja, maar wat kunnen we daarmee kopen? Oh, dan kunnen we nog een pet kopen. Laten we dat doen. En we krijgen echt superveel trofeeën per keer dat we hem verslaan. Volgens mij heb je 125 trofeeën nodig. Ja, ik kan weer een pet kopen. Ik ook! Alex, we kunnen ook gewoon de cowboy verslaan totdat we 600 trofeeën hebben. Maar dat duurt wel een beetje lang. Dat is een goed idee. Wat kunnen we met 600 trofeeën kopen? Dan kunnen we een nog beter ei kopen. Laten we dat doen. Gaan we doen! Op die manier kunnen we namelijk alles van die game gaan winnen. Oh, ik heb zoveel trofeeën nodig. Ik heb nu 200. Stomme cowboy, je weet toch dat je van ons gaat verliezen. Noob dat je bent. Waarom heeten wij eigenlijk een fire? Al je trofeeën. Dat is veel makkelijker. Dit kost veel te veel tijd voor jou en voor mij. En je hebt ook een hele lelijke bril. Jesse, dat is toch wel gemeen om te zeggen over zijn bril. Nee, want hij probeert mij te slaan, hè. Misschien was hij wel hartstikke blij met zijn bril net. Nou, ik vind hem nog steeds lelijk, want ik mag mijn eigen mening hebben, Alex. We hebben er allebei 400 nu. Ik vind jouw kippenhoofdje vind ik wel heel cool. Ik vind jouw pet ook heel cool, Jesse. Dat vind ik aardig dat je dat zei over mijn kippenhoed. Ja, alleen mijn pet heeft een andere kleur rood dan mijn shirt en dat vind ik niet leuk. Ik zie het inderdaad, dat is vloekend. Ja, dat vind ik niet mooi. Ik weet het ook, Alex. Ik kan daar ook niks aan doen. Oh, Jesse, we hebben bijna 600 trofeeën. Ik ben zo benieuwd of ik daar een goed eindje krijg. Ik moet er nog één. Oh, jij moet niet zo piepen. Jij hebt letterlijk een legendarische pet gekregen. Ik moet er ook nog eentje. Ik wil nog een betere. Oké, we kunnen. Oké, ik heb een leuk idee, Alex. We gaan allebei een pet openen of een ei openen. En dan gaan we hem aandoen. Maar we mogen niet zeggen wat we krijgen, ja? Oké, ook niet als het die 0,1% zelfstandig pet is. Je moet hem aandoen en dan zien we het vanzelf. Oh, wat heb jij? Weet niet of ik het wil zeggen. Bij mij kan je het al zien. Ik heb de krokodil. Jij hebt ook de krokodil. Ik heb ook de krokodil. We hebben allebei weer de 60 gekregen. Alex, heb maar een half uur dat we dubbele punten krijgen. We moeten sneller gaan springen. We moeten springen. We moeten in totaal 150.000 springpunten hebben. En dan kunnen we die volgende meneer verslaan. Ik ben niet eens op de trampoline aan het springen. Ik sta ernaast. Maar wow, ik krijg nu ineens 230 punten per sprongetje. Ik tel de 80, want ik heb een letje. Dairy pet. 280! Oh, je hebt ook powers. Oh, dat is... Weet je wat? Ik kan anders misschien even gaan doen. Misschien dat ik toch nog heel even bij vuur ga enchanten hier zo. Dat is zonde van je geld.
Nee, want daardoor kan je nog sneller springen met al dat vuur. Alex, ik heb 150.000. Ik kan kijk, de tattoo meneer verslaan. Kijk, nu krijg ik 240 per keer dat ik spring. Ik kan de tattoo meneer verslaan. Jij lekker niet. Wacht op mij, ik wil hem ook verslaan. Ja, zie Alex, je bent zoveel sneller dan dat ik ben. Ik denk helemaal niet aardig. Kom, jij kan nu ook, jij kan nu ook. Hallo, hoeveel punten heb je nodig voor de Dunkmaster? 750.000, maar dat gaan wij halen. Dat komt wel ja, goed. Ja, dat kunnen wij makkelijk halen. Oké, daar gaan we dan. Ik ben klaar voor. Oh, ik moet heel hard klikken. Yes, hij is heel sterk. Nee. Ik heb maar 100 trofeeën gekregen. Dat is echt heel weinig. Ik 156. Echt heel weinig. Ja, ik ook. Ik weet het niet. Ik kan niet zo goed tellen. Ik ga gewoon blijven vechten. Maar Jesse, hij is echt super sterk deze. Ja, gewoon oh, nee, toch niet. Gewoon ik heb een paar hem keer vragen. Verslaan en dan hebben we weer 600 trofeeën. Dan kunnen we weer een eitje kopen. En dan kunnen we nog meer punten verzamelen. En dan kunnen ja, we de hoogste springen van de hele nodig, wereld. Ik heb ook een legendary pet nodig, net zoals dat jij hebt. Ik versla hem maar niet. Ik wel. Je moet gewoon keihard klikken, Alex. Klik. Het is de best. Ik heb nog nooit zo hard geklikt van mijn leven. Ik heb 600 trofeeën. Ik heb 600 trofeeën. Ik ook. We kunnen. Ik ga nog een keer klikken, want ik wil meer kopen. Het lukt me niet. Oké, ik heb gewonnen. Ik ga hem alvast openmaken. Ik moet en zal die legendarische pet krijgen. Die epische. Weer een krokodil. Ik heb wat anders gekocht. Kijk mijn voeten. Wat heb jij gekocht? Ik heb meer vuur gekocht. Wow. Nee, ik heb bliksem gekocht. Lightning, dat moet ik ook hebben. Dat is zo slim, Jesse. En nu ga ik een eitje openen. En ik krijg weer een krokodil. Ik wil ik die krokodil niet. Ik heb ook weer die krokodil gekregen. Het zit niet echt mee met de pets vandaag. Hè? Bij jou dan tenminste een beetje wel. Ja, de mij niet. De piggy ga ik uitdoen. De krokodil doe ik erbij. Alex, we moeten nog meer trofeeën hebben. Ik heb Lightning gekocht. Ik wil ook Lightning. Ik heb al Lightning, maar ik wil hem enchanten. En dat kost. Dat kost echt heel veel trofeeën. Ik heb hem geenchant. Ik krijg nu 280 voetjes erbij per sprong. Jij bent gewoon aan het springen. Valsspeler. Je moet niet... Hoezo ben ik aan het valsspelen? Jij gaat letterlijk veel harder dan dat ik ga als jij een paar keer gaat springen. Ja, nu ga ik je inhalen. Ik krijg 408 per seconde erbij. Of per spring erbij. En ik ga je seconde. Inhalen. Ik 277. Ik heb je ingehaald, Alex. Oh, dit is oneerlijk. Dit is wel eerlijk. Kijk, ik ga weer even een paar keer vechten met die meneer, denk ik. Ja, doe jij dat maar, weet je. Ik blijf wel springen, want ik heb het blijkbaar nodig. Ik ga uiteindelijk toch veel hoger kunnen springen. Puur omdat ik geluk heb bij mijn pet. Ik denk dat ik die acid nodig heb, maar die is 700 trofeeën. Dus misschien 700... dat ik beter maar ook een paar keer ga vechten extra. Dat is veel. Ik ga deze ook gewoon een paar keer verslaan en dan krijg ik 700 trofeeën. En dan ga ik die ook kopen en dan ben ik alsnog sneller. Als we de acid zo meteen kopen, dan krijgen we echt superveel punten erbij per sprongetje wat we maken. Het is alleen zo gek dat je sterker wordt door op een trampoline te springen. Normaal word ik dan altijd heel erg blij. Dat komt doordat je benen sterker worden en dan kan je harder de meneer met de tatoeage schoppen. Oh, we zijn aan het schoppen! Ik weet het niet. Alex, wat is een asset? Ik weet het niet. Het lijkt al op een soort vergif of zo. Zullen we die kopen? Oh, ja, we kunnen hem wel kopen. Laten we die andere kopen. Dan moeten we 1500 hebben. Dat heb ik bijna. Ik ga die gewoon in één keer kopen. Iets gaat keer 8 en ik heb hem aangezet. Wat gaat er nu gebeuren als we gaan springen? Heb je de asset gekocht? Yup. Ik ga die betere kopen. Ik krijg er 189 bij. Kreeg ik er net niet meer bij? Oh, ik ga wel echt heel snel nu... Spring. Ik ga wat anders kopen. Spring. Alex, nee, maar ik kreeg net 277 voetjes erbij en nu veel minder. Ja, maar dat komt doordat je hem had geenchant. Je moet hem wel enchanten. Had ik hem niet geenchant? Weet ik niet. Ik ga deze kopen. Kijk, de Melodic. Kijk eens, mijn voeten. Oh, je moet hem hier enchanten natuurlijk. Ja, en dan krijg je nog meer punten. Dat had gedaan. Oh, maar dit is echt heel duur. Steeds duurder. Maar we moeten hem dus betoveren, zodat we nog betere krachten gaan krijgen. Ja, maar ik krijg maar 290 trofeeën. Nee, ik moet 290 trofeeën hebben. En dan kan ik hem pas upgraden. Hmm. Ben jij weer aan het vechten, Alex? Ik ben de hele tijd aan het vechten, oké? We hebben meer punten nodig. En anders gaan we er nooit komen van mijn leven. En ik moet dit gewoon winnen. Ik moet sterk worden. Ik moet nog één keer verslaan. En dan kan ik weer enchanten. En dan ga ik weer springen. Oh, je moet nog één keer verslaan. Hoeveel punten heb jij nodig dan? Weet ik niet. 290 trofeeën heb ik nodig. En nu oh, kan maar ik dat heb ik al lang. Ja, maar nu kan ik hem enchanten. En nu ga ik weer springen. En dan kan ik nog hoger springen. En dan kan ik veel sneller de tattoo meneer verslaan. Oké, maar weet je wat? Wat nou ga ik gewoon ervoor zorgen dat ik nog meer trofeeën heb. Waardoor ik hem nog beter kan gaan betoveren. Of misschien zelfs iets nieuws kan kopen. Maar ik krijg al 830 springkracht per keer erbij, Alex. Ik heb het helemaal niet nodig wat jij gaat doen. Oké, weet je wat? Dan doe jij het lekker op die tactiek. Ik doe het lekker op een hele andere tactiek. En ik ga gewoon de hele tijd hier vechten. En dan gaan we kijken wie als eerste die andere meneer daarnaast kan verslaan. Hoe heet hij ook alweer? Oké, dat is helemaal goed. En daarvoor hebben we 750.000 punten nodig, hè? En dat heb ik al bijna. Ik zit al op 400.000.
Oh nee. Oké, ik ga mijn tactiek uitvoeren. Wat ik namelijk moet doen is, ik moet nu dit hier kopen. Yes, je ziet me gaan. Ik koop de melodie. Ik heb die al. Dat wist ik niet dat jij die al had. Jawel, ik heb die al lang, Alex. Oh, en ik kan die meneer met die tatoeage nu supersnel verslaan. Mijn tactiek is 10 keer beter. Ik moet nu echt heel veel gaan springen hier zo. Waar ben jij? Ik ben die meneer aan het verslaan. Mijn tactiek is echt 10 keer beter. Ik kan hem heel snel verslaan, omdat ik echt supersterk ben. Dat is zo niet waar, want ik sta nu op de trampoline... en ik krijg er nu echt 727 voetjes bij per sprongetje. Ik kreeg er 800 bij. Mijn tactiek is beter. Blubblubblub. Jij moet natuurlijk weer beter zijn dan dat ik ben. En dan komt er dat ik Robux heb uitgegeven. Wacht, wat? Nee, grapje. Hetzelfde als jij. Heb je meer Robux uitgegeven dan dat ik heb uitgegeven? Nee, ik speel niet vals, dat beloof ik. Echt niet. Ja. Nee, ik speel niet vals, Alex. Maar oké, het zal allemaal wel. Jesse, als je nou even kijkt naar de score rechtsbovenin... dan zie je misschien dat mijn score bijna op 500.000 zit. Alex, dat is niet de bedoeling. Ik ga een nieuwe pet kopen. Ik krijg weer een krokodil, daar heb ik helemaal niks aan. Oh, je hebt een krokodil gekregen. Ja, maar nu ga ik jouw score weer inhalen. Het is niet de bedoeling dat jij alleen gaat springen, oké? Okay? Jesse, maar ik sta zo erg voor op jou. Ik krijg 900 per seconde erbij, dus als we even wachten, dan ga ik jou wel inhalen. Komt helemaal goed. Nou, dat denk ik niet hoor, want ik ben bijna op 750.000. Sterker nog, ik ben bijna op 600.000. Hey Jesse, maar... kijk eens achter je. Er zit een McDonald's daar zo in de hoek van de map. Waar? Je moet er even heen lopen, denk ik. Waar is een McDonald's? Waar dan? Jesse is afgeleid. Jesse, je bent een loser. Er zit daar helemaal geen McDonald's. Dit is ik heb bijna de score van 750.000. Oh, ik ook bijna. Ik ga jou inhalen. Komt helemaal goed. Dat gaat zo niet gebeuren. Ik zit al op 700.000, 710, 720. Oh, Alex, misschien dat jouw tactiek ietsjes beter was dan mijn tactiek. Dit is dat niet heel slim. Ik ben er! Ik kan hem gaan verslaan. Ik ben er bijna. Je moet even wachten op mij. Oké, Jesse, maar ik... heb het gewonnen door als eerst bij de 750.000 te komen. Nee, samen met dat is niet parkertjes. Waar. Oké, ik zit ook op 750.000 over 2 seconden. Ja, ik heb hem. Jesse, ben je er klaar voor om deze meneer te verslaan? De Extreme Dunkmaster. Ik weet het niet. Ik ga het proberen. 3, 2, go. Oh, hij is sterk deze. Hij is sterk. Ik moet echt heel... Hij is heel sterk. Ik moet echt heel veel klikken. Ik heb hem verslagen. Ja. Let's go. Ik heb gewonnen, ja, la 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 la. We hebben hem verslagen.